Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTG5 LSPD van Remor en vandaag ga ik op pad met Wim, met de Audi A6, met de nieuwe OOV striping. Dus de dikkere striping, zoals ja, jullie zien. Ik vind hem wel gaaf staan eigenlijk, heel veel mensen vinden het lelijk, maar ik vind het wel vet. Dus bij deze shout-out naar Luca, die had het mij via via gegeven, of ik had het via via gekregen, mits Luca een shout-out kreeg. Dus bij deze Luca een shout-out naar jou, je zult zelf wel weten wie het... wie ik bedoel. En andere Luca's zullen nu helemaal blij zijn met een shout-out. Maar goed, het is eigenlijk naar de Luca die deze Audi A6 skin heeft gemaakt. Want de Audi A6 zelf is natuurlijk van ministerie van mods. Ik heb ook Ultimate Backup toegevoegd. En wat is dat nou? Een mod en een, of ja, eigenlijk een script. Wat, of een plugin. Wat jullie waarschijnlijk al 500 miljoen miljard keer tegen mij hebben gezegd. Dat ik dat echt moet gaan gebruiken. En ik lees die comments wel, maar ik ben eigenwijs. Nu ging ik een paar dagen terug eens kijken van wat is dat nou eigenlijk. En toen dacht ik van oh, dat is toch wel erg vet. Je kunt echt wel veel meer dingen. Zoals hier zie ik bijvoorbeeld. Hier. Ja, dit is al anders. Panic button. Ik kan een vrouwelijke agent laten komen. Een female unit. Mocht ik dus een vrouw willen fouilleren. Dat kunnen we dus vanaf nu zo doen. We kunnen ambulance vragen. We kunnen brandweer vragen. We kunnen geloof ik ook nog assistentie vragen bij een verkeersstop. Dan komen ze in ieder geval bij je staan. En dan gaan ze ook wachten totdat jij zegt van oké, doe dit, doe dat. Je kunt zelfs, je kunt dan naar ze toe lopen en zeggen je mag wel vertrekken. Maar ze komen ook echt naar je toe en ze vragen wat ze willen hebben. Dus ik wist niet dat dat zo in elkaar zat. Dus ja, dat hebben we nu erin staan. Het is voor mij de eerste keer dat ik het ga gebruiken. Dus voor jullie ook de eerste keer dat jullie het op mijn kanaal gaan zien. Misschien niet de eerste keer dat jullie de plugin in het algemeen zien. Maar mijn kanaal wel de eerste keer. En jullie gaan dus maar met mij mee moeten kijken hoe ik het ga doen. En hoe ik het ga gebruiken. Er zijn zeker nog, of tips zijn welkom. Want ik zal zeker nog dingen zeggen van hoe werkt dit, hoe werkt dat. Terwijl jullie waarschijnlijk thuis zitten van oh my god, dat werkt zo. Doe het nou gewoon zo. Dus jullie komen er vanzelf wel achter. We gaan de straat op. Genoeg gepraat. We gaan meldingen pakken. En boefjes pakken. En de snelweg is op. We gaan zoals elke video met de VP. Gaan wij allerlei meldingen doen. Onder andere noodhulp. En we gaan ook gewoon de snelweg op. Dus we houden een beetje bezig met noodhulpmeldingen. Verkeersdelicten. En noem maar op. Dus van alles wat. Dus niet alleen verkeer en snelweg, we gaan gewoon ook meldingen meerijden die we krijgen. We have in Sandy Shores. Sandy Shores is wel ver. En gewoon eens wat controles doen van voertuigen. Kenteken van het voorste voertuig. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 00 India November Bravo 491. No 1099. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 25 kilo My Tango 640. No 1099. En zo schuiven we steeds een baan op. Alleen de Audi is niet zo snel, merk ik. Dat is remmen, ja. Ergens. Ja, ik zag het gebeuren. Maar niet uit, kan gewoon, doen we gewoon. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 4-0 India Foxtrot Echo. Nou, hier rijden geen boefjes geloof ik hoor. Citizens report a prohibited radio broadcast in Alpha. Rijdt u alsjeblieft prio 2. We gaan eerst even kijken waar dat is. Er rijdt hier een beste meneer. En die, ja, die is illegaal aan het streamen qua radiozender of zo. En die rijdt blijkbaar rond. Dat zal in Amerika iets anders in elkaar zitten dan in Nederland, denk ik. Of het wordt daar meer gedaan en het mag dat niet, ik weet het niet. In ieder geval, die rijdt rond met zijn busje of zijn auto en die gaan we eens kijken of we die kunnen aantreffen. Er zijn in ieder geval meldingen van gekomen.
suspect black scene in a dark red DeClasse van on Occupation Avenue. Hij rijdt hier wel ergens. Een busje. Zou het zijn? Zo te zien rijdt er achter wel een busje. Daar, een rood busje, dat was hem. Ja, oh, een satelliet op het dak. Oh, dat was een, ja. Dan wil je de bocht niet te extreem nemen, maar dan, ja, ik hoop dat jullie mij snappen. Tot jullie dat ook wel eens gebeurt. En misschien reageert het stuur ook niet altijd top. Maar ik was ook niet echt aan het opletten. Maar even, hé, hey, wacht. Oh, shit, die is naakt. Oké, okay, die is naakt. Oh, die heeft een vuurwapen, geloof ik. Hé. Hey. Ja, dat is een vuurwapen. Dat is een vuurwapen. Panic button. Ik wil die andere panic button. Godver... Ja. Potnonde knetters. Ik wil... Het zijn er meerdere. Daar was hij. Kut. Oké, als we hem nu niet vinden, dan gaan we dood. Die, ja. Hij loopt weer, hij loopt weer. Een collega vraagt om assistentie. Hij gaat instappen. Hey, stoppen, handen omhoog, naar buiten komen. Oké, okay, die gaat er vandoor. Boys, girls, hij gaat er vandoor. 1202 OC, we komen dan. Handen omhoog. Uitstappen met je handen omhoog. Bij elke verdachte beweging word ik geschoten, als je dat maar begrijpt. Op knieën. Let op de vuurlijnen, collega's. Nu wel onder voor gaan. Oh nee. Ik ga hem boeien. Niemand verder in de busje. Je bent aangehouden. Zo. Ja. Wat ga je doen? Oké, kijk, dit is nu zo'n voorbeeld. We hebben nu buddies. Nee, jij gaat niet instappen. Hallo, kom maar even normaal. Dan gaan we je killen. Nou, als je zo gaat buggen, dan kill ik je gewoon. Zo. Ja, dit zijn mijn buddies. En die moet ik nu allemaal, geloof ik, face-to-face gaan dismissen. Of kan ik dat ook via hier doen? Ik zou zelfs een hond erbij kunnen vragen. Dat gaan we binnenkort ook eens doen. Misschien vandaag nog. Ja, weet je, nu kan ik bijvoorbeeld... dismiss. Thanks. Maar ja, er gaat het een en ander fout. Ze hebben niet allemaal de juiste uniformen aan. Ik merk alweer, je doet de panic button niet voor je fun, want je moet nu iedereen gaan dismissen. Ik hoor graag in de comments als jullie zeggen je kunt via deze en deze knop of via deze optie iedereen dismissen. Maar ja, wat ik al zei, sommigen hebben een ambulancebroek aan, sommigen hebben een dat nog aan. Anderen hebben weer wel de Nederlandse uniformen aan. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Een collega vraagt om een assistentie. Oh, daar komt er nog een. Ja, je bent een beetje laat. Maar... Oh, jij neemt hem mee. Sorry. Grapje. Niks aan de hand. Nee, ik wil hier niet toe aan. Ik wil mijn mooie Audi. Zo, en zo verspil je 5 minuten aan iets wat echt in 2 seconden komt. En we gaan ons voertuig fixen, want dat ziet er wat mooier uit. Nou, eens kijken wat we krijgen. Achtervolging van een motor. Dat is natuurlijk perfect voor ons. 12:05, ik ben onderweg. Rechts vrij. Ja, dat is niet vrij. Gaat keigoed hier. Niks aan het handje. Tjoh.
groen licht, dus we zouden door moeten kunnen rijden. Dat kan gelukkig ook. Hij is ontsnapt, we gaan toch door blijven zoeken. Groen licht, dus wederom zouden we door moeten kunnen blijven rijden. En nu is het een onbekend waar hij naartoe is. Hij kan hier naar links zijn gegaan, hij kan rechtdoor zijn gegaan. We gaan er eens even vanuit dat hij rechtdoor is gegaan. Oh ja, dat zag ik ook gebeuren. Ik zie de reacties al wel komen. Je hebt nu al 500 keer gezegd dat het zag gebeuren, maar waarom gebeurt het dan steeds? Ja, dat ja, een hele goeie. En daar kan ik geen antwoord op geven. Waar ik ook geen antwoord op kan geven is waar die motor is. En waar ik wel antwoord op kan geven is of we doorgaan of niet met zoeken. Maar dat gaan we niet. We gaan gewoon door met surveilleren. Ja. Ik hoor trouwens ook graag van jullie in de comments. Je kunt zelfs animal... Oh, wat kan... Wow. Wat kun je allemaal doen, je? Ja. Er staat echt, er komen steeds meer, kijk, je kunt zelfs een spijkermat laten gaan, je kunt een wegblokkade doen. Ja, groep backup, dan zullen er meerdere collega's komen ofzo. Ik wil gewoon deze Audi even controleren. Nou, we gaan officieel vaststellen dat er dat die motor is ontsnapt. Met die Audi is niks aan de hand, die rijdt ook erg langzaam, die zal wel bang zijn omdat wij achter hem rijden. We hebben een collega vraagt om een assistentie. Er zijn allemaal geen leuke meldingen. Ik moet weer eens wat nieuwe meldingpacks erin gaan gooien, want dit is allemaal niks wat ik nu heb. Ik zet hem even hier aan de kant en ik moet even iemand terug appen. Ik zet netjes mijn alarmlichten aan, ik zou zelfs nog oranje aanzetten. Maar even dit appje sturen voor 3:30 en het is nu 3:50, dus... En daar zijn we weer en er kwam een motorrijder voorbij en ik hoorde hem gewoon in mijn headset zo zoef. En ik zag hem ook. En hij gaat er ook al vandoor, want hij pakt daar wel een heel raar bochtje. Geen kentekenplaat, geen helm. Ik ruik alcohol bij hem, dat is niet mooi. Goedendag. Hey. Hallo. We gaan rijbewijs van die meneer. Oké, waar is uw helm? Sorry, ik ben het vergeten. Oké, heb je iets drugs genomen? Drugs genomen, ik ben niet verplicht om dat te antwoorden. Heb je iets gedronken vandaag? Ja, wil je ook wat? Nee, dank je. Jij mag wel even voor mij blazen. Tevens, wat ik nu nog heb, is dat ik als ik op de B druk voor dat ultimate backup, dan krijg je dit. Krijg je 2 menu's door elkaar. En ik zie niet goed welke 2 menu's dat zijn. Dus ik hoop dat jullie dat wel zien. Hij heeft in ieder geval te veel gedronken. Ctrl-O. Ik ga toch nog wel een drugstestje bij hem afnemen als ze toch bezig zijn. Dat is negatief. Oké, dan mag jij afstappen, dan ben je bij deze aangehouden. En jij bent niet de antwoord verplicht. En jij hebt ook recht op een raadsman. Mag je even omdraaien. Gaat voor mijn eigen veiligheid en die van jouzelf wel even in de boeien. En nu moet ik zeggen, nu hoor ik sommigen... In het echt dan zeggen, je bent niet onverplicht, je bent een raadsman, kun je die niet, die kun je ten altijd bereiken of zo, kun je die niet veroorloven, dan krijg je er eentje toegewezen. Maar let op, ja, zonde mevrouw, dat is heel zonde. Anderen zeggen weer, zeggen dat niet. Die zeggen gewoon, je hebt recht op een raadsman, dat zijn je eigen kosten. Dus hoe zit dat nou precies? Hebben ze nog steeds recht? Wacht even. Op een raadsman en kunnen ze niet veroorloven, krijgen ze eentje van het openbaar ministerie toegewezen. Of is dat tegenwoordig allemaal niet meer? Ik weet het eigenlijk niet hoe dat nou precies zit. Ik heb rare dingen,
maar niks strafbaars. Ik ga een transportje voor jou vragen en dan gaat jouw motor ook mee. Het kan hier sowieso niet blijven staan. En wat ik zo zie is dat die het een en ander niet heeft kloppen. Kijk eens daar, een nieuw transportbusje. Daar komt binnenkort ook een video mee. Die moet ik alleen nog maken samen met Heumot. Of niet samen met Heumot. Gemaakt door Heumot. En die ziet er wel pretty badass uit. Al zei je het zelf. Toch meneer? Dat is een schoon busje waar u in mag. Deur kunnen open. Nee, je gaat niet wachten, sorry. Oh, ja, ja. Ja, dit kan alleen maar goed gaan. Oh, daar gaat de volgende verkeersovertreder al. Mijn collega's zouden dit ook moeten hebben gezien, hè? Ja, kijk eens daar, wat doet hij allemaal? Oh. Ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen. Is hij gestolen misschien? Of is hij dronken? In ieder geval levensgevaarlijk, dat zeg ik jullie allemaal. En dat weten jullie allemaal wel. Die gaat er vandoor. Oh, die staat in laders gestolen. Moest je de B ingedrukt houden, hè? Nee, wel niet. Nee, hè? De N. Wat was er ook alweer? De B toch? Ja, dit is dat menu. Zonder dat andere menu. Maar dat was ik gewoon de B ingedrukt houden. Als je een achtervolging wilde melden, heel lang, er gebeurt niks. Dan gaan we er maar alleen voor. Of kan ik misschien weer hier? Nee. Hier is iets qua werkzaamheden, maar dan gaan we maar tegen het verkeren. Ja weet je, ik kan wel een local patrol gaan vragen, maar die gaat waarschijnlijk niet aansluiten bij de achtervolging. Waarom rijdt dat ding mij eruit? Dat is niet logisch. Dus... Het is ook niet logisch wat ik nu doe. En echt kun je een speedboost opzetten, maar neemt de gaten een Audi A6 van de politie, 3.0, weet ik veel wat allemaal, hoeveel pk. Iets sneller is dan een SUV. We gaan een woonbuurt in, dat is ook niet helemaal lekker. Of een woonwijk moet ik zeggen. Hoge snelheden, zeker 130 km per uur. Zo! Kan ik die? Ja, dat kan. Oké, nee, toch geen lifehack, toch geen lifehack, toch geen lifehack. Ik wilde zeggen, als ik de traffic op stop zet, stopt die auto ook. Maar dat is toch niet zo. Handen omhoog. Op je knieën zitten. Ja, nee, toch niet. OC achtervolging te voet komen jullie inmiddels wel al. Ja, er kwam iets, er kwam iets, er kwam iets, er kwam iets. Ja, lekker pik. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagen. We have a possible 480 on North Avenue. Het boeit me niks wat ik oproep. Gewoon komen. Staan blijven.
staan blijven of je wordt getased. 1202 OC, we komen dan. Je bent bij deze getased. Stop what you're doing right now. Op de knietjes, daar komen de collega's al. LSPD, stand down. Liggen. Eenmaal aanhouding. Ja. Ik ga je fouilleren. We hebben vandaag nog geen vrouw gehad. Jullie moeten mij nu alvast gaan vergeven voor het feit dat ik zeker. Oh, hij had pepperspray bij. Dat ik zeker binnenkort zal ik vast wel een keertje per ongeluk een vrouw fouilleren. In plaats van een collega erbij vragen. Om dat te laten doen. Dus een vrouwelijke collega. En waarom nou? Omdat ik dat natuurlijk in die jaren niet gewend ben dat ik ook een vrouwelijke collega heb laten. Of dat ik die kan laten komen. Dus dat ben ik gewoon niet gewend. Ik kan wel gaan rennen. Nee, wacht. Ik wilde zeggen, ik kan wel gaan rennen, maar mijn Audi staat er niet meer, maar zo te zien wel. Dus het kan wel eens zijn dat ik per ongeluk een collega oproep. Of dat ik per ongeluk zelf fouilleer, omdat ik gewoon niet gewend ben tot je inmiddels ook collega's kunt oproepen. Takelwagen voor het gestolen voertuig. Wij stappen terug onze Audi in. En ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Waarom zo kort? Zullen jullie denken, misschien is hij ook best wel lang. Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Het is namelijk zo dat ik zo meteen weg moet. En ik heb deze week al redelijk weinig video's voor jullie geüpload. Of ik heb eigenlijk niks klaarstaan. En ik wil normaal op dinsdag uploaden. Maar het is vandaag dinsdag. Dus dat gaat hem niet worden voor mij als ik opneem dan. Vervolgens wil ik deze video op woensdag voor jullie dus online hebben. Maar dan moet ik wel nog heel snel editen, want ik moet zo ook vertrekken waar ik naartoe wil. Dus tot de volgende video, wanneer dat is. Ik heb echt geen idee. Dat kan donderdag, nou dat kan vrijdag zijn, dat kan pas het weekend zijn. Ik heb het gewoon super druk en dan moet ik prioriteiten stellen. En dat is niet video's maken in ieder geval. Tot de volgende, doei!